hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben net wakker. Ik ga me zo even klaarmaken om even weer een uurtje te gaan lopen. Even mezelf even goed inpakken. Maar ik wil echt gewoon mijn dag heel goed starten en weer even een uurtje gaan lopen. En dat gewoon elke dag vol te houden. Ik heb trouwens gewoon nooit gehad dat ik wakker word en mijn haar er zo uitziet. Normaal gesproken is het echt dan heel pluizig. Maar ik vind het best wel oké. Ja. Misschien ligt het aan de oorlogplex van gisteren. Oké, een wijziging van mijn plannen. Ik moet even naar het kantoor van Nessie. Want hij is de oplader van zijn MacBook vergeten. Dus heb ik even meegenomen en die ga ik nu even brengen. En ja, ik zie dat het een beetje begint te regenen. Dus ik hoop dat ik daarna wel gewoon kan wandelen. Anders baal ik echt heel erg. Ja, ik heb ook niet zoveel tijd, hè. Ik moet dit brengen. Oh, bedankt. Wat ga je doen? Wat denk je? Dit is voor jou, het chocolade. En wat ga je doen dan? Ga je koffie halen? Ik heb al koffie gehaald. Ik ruik het. Ik ruik pumpkin spice. Ja, hoe ruik je dat? Ik ruik het gewoon. Wauw. Heftig. Ik weet niet of jullie me zo goed kunnen horen. Maar ik was gisteren echt gemotiveerd geraakt door een reactie op Instagram. Want iemand vroeg aan zo'n chick op Instagram die ik volg. Die echt zeg maar into fitness is. Van wat haar heel erg motiveert. Of hoe je het beste kan starten zeg maar. En zij zei dat heel veel mensen de fout maken om gewoon gelijk alles helemaal perfect te doen en dat ze daarna niet meer volhouden omdat ze dan echt opeens 2 uur gaan fitnessen en alleen maar gezond gaan eten. Dat de key eigenlijk is dat je gewoon met kleine stappen begint. Bijvoorbeeld begin gewoon met 30 minuten wandelen op een dag. En dan een beetje bij beetje gewoon even opbouwen. En dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Ik begin eigenlijk wel gelijk gewoon met ik begin wel gewoon gelijk met 1 uur wandelen, want dat vind ik gewoon te doen. En dan een beetje bij beetje gewoon. Ik ben net thuis. Ik liep dus langs een heel leuk boutiqueje. En daar kon je echt van die heel fijne basics halen. Dus heb ik ook gedaan. Ik heb namelijk 3 coltruitjes gehaald. In deze kleur. Mooi beige. En in deze kleur. Ja, ook beige, maar dan iets anders. En dan in deze kleur. Mooie herfstkleur. Dus waren maar 15 euro per stuk. Oh my god. Guys, ik doe mijn jas uit. En kijk één keer wat ik zie. 1 grote zweetvlek. Ik heb wel echt goed gelopen dan. Jezus. Ik had dus echt geen zin in kip. Dus ik ga de kip vervangen met kikkererwten. I love that. Ik heb erbij van die zongedroogde tomaatjes, sla, kaas. Ik ga mijn eigen dressing maken. Dus niet van die kant-en-klare. Bieslook, heel veel. En chilipeper. Also, pijnboompitten. Die heb ik net gevonden. Dus die ga ik gewoon erin verwerken. Nu gaan we de dressing maken. Ik heb er mayo in gedaan. Ik doe er olijfolie bij met knoflook. En de rest ook allemaal toegevoegd. En nu gaan we het even mengen met elkaar. Ik doe er een heel klein beetje appelazijn bij. Ik hou echt van azijn. Oh mijn god, hoe lekker ziet het eruit. Echt niet normaal. Het is tijd voor een make-upje. Ik hoop echt dat ik nog ga redden om buiten te shooten, want het is echt al donker. Het begint al ergens op te lijken. Ik moet echt opschieten, want het is echt donkerder geworden nadat ik mijn make-up heb gedaan. Oké, ik doe gewoon even heel snel mascara op, gewoon. Dan kan ik al uitzien, maar volgens mij zie je dus echt niet op foto's of mascara op of niet. Zo, kan ik praten? Even snel mijn haar gedaan. Niet echt de meeste volume, maar ik vind mijn krullen vandaag wel heel mooi. Het is altijd zo bij krullen. Of je hebt gewoon mooie krullen en geen volume, of heel veel volume en dan heel erg veel pluis. Outfit of the day. Jas Zara, coltruitje Zara, broek Zara en schoenen van de Bershka. En als tas, even kijken, gewoon deze. Past er echt perfect bij. Yes, let's shoot. Ik ben alweer klaar met shooten. Het is echt heel goed gegaan. Want ik ben best wel snel klaar. Dus je denkt echt dat het koud is. Totdat je zo'n jas aandoet. Ik zweet me gewoon helemaal dood. Yo, ik ben nog even doorgegaan, want ik was niet helemaal happy met het resultaat. Plus, het is gewoon echt donker en de licht is gewoon kut eigenlijk. Maar ja, volgens mij is er wel wat leuks tussen. Dus ik ga lekker naar huis hoor. Ik ben echt een beetje zat nu. Helemaal stuk. Kijk, Nesma, we wouden even naar de supermarkt gaan. Allemaal statiegeld. Goed, ik heb een poll gedaan op Insta. Wat dan? Kijk dan. Hoeveel euro denk je dat het wordt? Meer dan 10 of minder dan 10? Ik denk meer. Nee. Hoe was het ook weer per fles? 25 cent. Meer. Ja? Ja, ja. Nou, dan gaan we. Is het al op 1,50? Van het spannend. Nee, hè? Ik ga het niet halen. Nee, hè? Ja. Hij is bijna klaar. En we zitten nu op de
8 halen? 8 halen. Oh, ik heb hier nog de 1,75. Dus hebben we de 10 wel gehaald. Oh nee, dat nog steeds niet. Welke heb je gepakt dan? Biologisch. 7,9. Wat is er erin? 10 stuks. En een mannenbank hebben we al, hè? Lees. Ja, de camera te filmen. Ja. Ja. Oh, wij zijn weer thuis. Wij gaan vandaag samen koken. Het wordt vandaag kipsaté. Ja. En om het gezond te houden, gaan we het met zilvervriesrijst maken. En kroephoek. Bij die van mij. Met de komkommers te snijden. Voor vandaag hou ik het gewoon zo simpel. Even deze in de koelkast doen. Je kan ook paprika en zo toevoegen. Nessim's bord. Kijk hoe mooi. Kijk hoe perfect zijn bord. En dit is mijn bord. Verschil moet er zijn, maar ja, goed. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik was vandaag best wel op tijd opgestaan. Ik wil eigenlijk gaan wandelen, met regende vanochtend. Het is me niet gelukt, maar we gaan nu even samen naar een afspraak toe. En met wij bedoel ik Nessim en ik. Ben je er nog? Hallo, ja, je krul is onder. Hallo! Ik wil heel graag mijn outfit showen voordat ik ging vertrekken. Want ik ben er echt happy mee. Het gaat namelijk om een pakje van Zara die ik laatst heb gescoord. En hij zit echt zo fijn. Gewoon echt perfect. Love it. En ik heb deze tas ook aan van de Zara. Wij zijn even naar een postkantoor toe gereden om een pakketje op te halen van Nessim. Die hier volgens mij al 2 weken zit. Dus ik hoop dat hij hem nog kan krijgen. Ja! Yes. Oh yeah! Kijk hoe groot deze dennenappels is. Dat is zo'n goed dennenappel, is echt wel. Nee, wij zijn nu onderweg naar Beverwijk. Ik had jullie al laatst verteld dat we naar laminaat gingen kijken. Wij twijfelden echt tussen 3 en Nessim. We vonden 3 echt heel mooi, maar we twijfelden echt zo erg. Toen hebben we nog zijn moeder lopen bellen en zo om advies en zo. Maar we nemen jullie vandaag een beetje hierin mee. En laten jullie even zien wat wij uiteindelijk gaan kiezen. We twijfelden gewoon heel erg, hebben gewoon nog 1 keer gaan kijken. Ja. Ik vind het echt heel erg mooi. En toen we binnenkwamen, ging onze oog eigenlijk meer naar dit toe, hè? Ja. Weet je nog? Ja, 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 die bruine. Toen waren we uiteindelijk te donker. We hebben hem buiten neergezet. En toen zijn we uiteindelijk voor deze gegaan. Ja. Dat maar. Was een van de 3 keuzes. Maar. Toen. En hier heb je van die matte looks. Dus dat van die matte tegel looks, zeg maar. Van die tegellaminaten noemen ze dat toch? Ja. Maar dit zijn weer die normale laminaten. Dit. En toen kwamen we hier. En hier hebben ze dus van dat, hoe heet dit ook alweer? Visgraat? Ja. Ja, dit is visgraat. Kijk, staat er ook op. Visgraat. Kijk, dan hebben we hier dus van die visgraat. Maar dat vonden wij persoonlijk te druk. En ik vond het een beetje te Amsterdams. Ja. Het is wel echt zo die Amsterdamse huizen, toch? Ja, ik vind het een beetje druk. Ik hou wel van lekker casual en rustig. Dus zijn we bij deze gekomen. Dat is een beetje de industriestijl. Dan heb je ook echt in allerlei kleuren. Je hebt zo'n lichte, maar je hebt bijvoorbeeld ook zo'n donker en wit. En je hebt die beige gezoen, die vonden wij ook heel erg mooi. En tussen dit allemaal vonden wij deze het mooist. Zal ik hem even eruit halen? Ja. We gaan nu even onze opties allemaal even buiten neerleggen. Want hier zit buiten echt alles gewoon 10 keer beter. Kijk 1 keer het verschil. Ja, yes, dus Aquastone White. Dit is wit gezoet en dan de industriestijl. Dan de derde optie en dat is een beetje die marmeren look. En deze is als enige zeg maar glanzend. Alleen het probleem hierbij dus is dat je heel snel krassen gaat zien. Bij deze heb je minder. Bij deze heb je wat minder. Dus voor ons is deze al afgevallen en we twijfelen nu zeg maar tussen deze en deze.
Maar we hebben dus zijn moeder gebeld de vorige keer. En die zei dat we echt voor deze moeten gaan. En we gaan gewoon moeders advies opvolgen voor deze. Wat? Ik hoor je niet. Nee, wij gaan voor deze, guys. Deze die wit gezoete. En je hebt ook van die grote mooie platen, dus dan ja. Is dat gelijk overzichtelijk. Kijk het verschil inderdaad, deze is echt heel groot. Ik denk dat het echt veel mooier gaat staan. Het wordt ook één geheel, ik denk dat deze. Dit zijn dus de plinten en nu moeten we dus ook de plint even uitkiezen. Ze hebben verschillende opties, dit zijn de normale, hè? Dit zijn de plakplinten, ja. Verschillende kleuren allemaal. Ja. En dit zijn de hoge plinten die wij hebben. Ja, en van dit vinden wij echt veel mooier. Van 8 centimeter en van 12 centimeter. Oh, die is wel echt heel groot, hè? Die is heel hoog, ja. Ja. De meeste kiezen voor, toch voor een 6 centimeter of voor een 8 centimeter. Ja. Welke vind jij leuk? Ja, ik sowieso die 6, hè? Ja. Ja. Echt veel mooier. Tenminste, ik vind persoonlijk dit veel mooier en chiquer staan dan dit. En dan heb je zeg maar ook nog de keuze van of je met die hoekjes zeg maar, wil of gewoon recht, toch? Ja. Ja. Wij zijn weer klaar. Jongens, wij zijn altijd zo heel snel in keuzes maken. Dat is echt fijn aan ons. Maar we hebben dus gekozen. We hebben jullie even onze keuze laten zien. Bij Laminaatkameraad. Als je mijn naam doorgeeft, of Nessim's naam mag ook, krijg je korting. Dus... maak er gebruik van als je toch bijvoorbeeld nu aan het verhuizen bent of wat dan ook. Nog even een korte uitleg. Wij krijgen dus op begane grond krijgen wij tegels. Die wordt door iemand anders gedaan. En op de tweede en derde verdieping wordt dus laminaat gelegd van Laminaatkameraad. Ik ga nu trouwens rijden. Want ik ben helemaal misselijk geworden van hoe Nessim rijdt. En besef, de vorige keer was zijn moeder dus bij ons. En die moest daarna gewoon kotsen. Dat is niet waar. Jawel, ze heeft daarna gewoon gekotst. Omdat ze bij Nessim in de auto zat. Dus fuck my life. Nou, inmiddels lig ik lekker een uurtje te liggen. Nessim heeft nog steeds niet gekookt. Zo. Ja. Yeah. Ga je nog koken of niet? Maar ga je nog koken? Ja. Ik ga pizza in de oven gooien. Nee. Oh, baby. Nee, ik ga echt een pizza eten. Wat? Als ik gewoon klosje doe. Ga je groenten koken? Jij wil toch? Ga je groenten koken? Koken? Ja? Ik ga bestellen, zeg ik toch? Nou jongens. Jij wil toch groenten? Kijk wat een toeval. Ik had het laatste over dat ik dit heel graag thuis zou willen maken. En nu zie ik opeens een recept van Masha online. Ga ik nu even bekijken. Misschien kan ik het nu even maken. Ik heb even gekeken en ik heb de helft van de ingrediënten niet, dus dat gaat hem niet worden. Een hele goede morgen zonder zorgen. En als ik zeg dat het morgen is zonder zorgen, dan meen ik het ook. Want jullie kennen me, anders ga ik heel veel zeiken. Ik ben onderweg naar mijn afspraak. En wat ik nu dus doe, want ik heb jullie al gezegd dat ik echt probeer me elke dag heel vroeg wakker te worden. Als ik dan een afspraak heb om gewoon alles in de ochtend in te plannen, zodat ik gewoon verplicht ben om op tijd wakker te worden. En anders denk ik altijd van, nou, ik kan nog wel even blijven liggen, weet je wel. Dus ja, dat gaat goed naartoe. Misschien word ik straks nog een ochtendmens. Ik kan echt niet wachten. Goedemiddag alweer. Ik ben alweer thuis. Ik heb mijn afspraak gehad en toen heb ik me even klaargemaakt en omgekleed. Ik heb echt mijn Favo blazer ever aan. Ik had wel echt gehoopt dat ik hem een maatje kleiner had besteld. Want hij is een beetje aan de grote kant. Vooral bij de mama. Dat heb ik eigenlijk altijd. Ik ga even mijn outfit showen. Ik heb een kooltruitje aan van de Zara. En ik heb laatst dus 3 kooltruitjes gehad. Op een of andere manier is dit gewoon de perfecte kleur. En pak ik altijd deze. Het is een blazer. En die heb ik eigenlijk best wel lang geleden al besteld. Van Pretty Little Thing volgens mij. En dan heb ik het echt over... vorig jaar herfst gewoon. Dus eigenlijk een jaartje oud, maar ik ben hier echt zo blij mee. Dan heb ik een broek aan van de Bershka. Dus kennen jullie wel. Kennen jullie wel. Hij is zo wijd van onder. En daaronder heb ik Bershka hakken. En ik heb een knotje. Weer met deze plukjes. En eigenlijk doe ik deze kapsel letterlijk alleen als mijn haar gewoon vies is. Zo, ik ben klaar met shooten. Dus ik heb even deze schoenen eronder gedaan. En ik ga nu even wandelen met het outfit. Want ik wil echt heel graag wandelen. Ik heb geen zin om om te kleden, dus... wandelschoenen aan. Zo, net thuis. Ik heb lekker vis gehad van vandaag. Ik had er echt heel lang zin in. We zijn heel lang niet naar de visboer geweest. En één keer in de zoveel tijd halen we even een visje. En ja, dan maak ik het lekker in de oven. Ik had er echt heel veel zin in. Het meurt wel echt heel erg. Gadverdamme. Oh mijn god, kijk eentje wat er is binnengekomen voor Dinar en Lira. Oh, het is een pakketje en ik weet al wat erin zit. Oh my god, ik kan echt niet wachten om het te openen. Lira staat al heel dat te gillen.
Even kijken wat ik aan hun wil geven. Oh, het ziet er zo leuk uit. Ik kan echt niet kiezen. Ik ga voor deze. En voor deze. Volgens mij vinden ze het heel lekker. Ik had hun dus eerder brokjes gegeven. Die hebben ze niet gegeten. Lira gaat helemaal los. Vis is klaar en dit is mijn bord. Ik heb er nog even spelt erbij gemaakt met quinoa. Met kikkererwten. Ik had er gewoon even zin in. En het vult gewoon nog iets meer. Dus dit is mijn bordje. Net zoals net thuis. Dina nou influencer worden. Hallo allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb een paar dagen niet gevlogd en ook niet geüpload. En ik kreeg al een paar DM's van waar mijn video's bleven enzovoort. Zoals jullie hebben gezien bestaat deze vlog uit meerdere dagen. En dat is iets denk ik wat ik vanaf nu even tijdelijk ga doen. Ik was de laatste tijd niet echt tevreden met mijn vlogs. En ja, het komt gewoon omdat ik echt heel weinig te doen heb nu op dit moment. En vooral met corona. Valt er weinig te doen. Ik had bijvoorbeeld een birthday trip gepland. Maar die gaat nu ook niet meer door. Hebben we zelf geannuleerd. Dus ik heb gewoon ook echt weinig om te filmen. Dus ik heb even afgesproken om even de dagelijkse vlogs te laten stoppen voor nu. En dan heb ik het echt over de komende paar weken. Want ik ga het weer oppakken. Maar wanneer ik ga uploaden en op welke dagen, dat weet ik nog niet. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer nu op mijn kanaal. Want dan krijg je als eerst mijn video te zien als ik het upload. En je kan ook het belletje aanvinken en dan krijg je gelijk een melding als ik upload. Voor nu heb ik dus geen vaste uploaddagen of tijden. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel erg chill. Ik wil me de laatste 2 maanden van het jaar echt even focussen op mezelf. En vooral nummer 1, mijn gezondheid. En daar ben ik nu eigenlijk 4 dagen mee bezig. En het gaat heel erg goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar voor nu, abonneer even op mijn kanaal. Zet het belletje aan. En ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog weer. Doei!